Klimaatverandering en er ook nog eens het tegengaan ervan is momenteel een hot item. Onder andere in het Klimaatakkoord van Parijs van december 2015 wordt de wereldwijd gaande zijnde klimaatverandering toegeschreven aan de CO2-toename in onze atmosfeer. Maar is CO2 in werkelijkheid wel de hoofdoorzaak van de klimaatverandering? Sinds 1960 ben ik actief als klimaatonderzoeker. Uit een van mijn onderzoeken blijkt dat waarschijnlijk iets heel anders de werkelijke oorzaak van de klimaatverandering is. Sinds 1975 is de zon namelijk heter geworden. Vooral zonaanbidders op leeftijd ervaren dat zij zich tegenwoordig niet meer zo lang aan de zon kunnen blootstellen als zo'n 40 jaar geleden, door de sneller prikkende zon op hun lijf. Daarbij komt dat de aardas zodanig aan het kantelen is dat de zon steeds meer op het Noordpoolijs kan instralen. Als gevolg daarvan smelt het poolijs en daardoor stijgt de zeespiegel. In de nu volgende film laat ik u zien wat er zoal uit mijn onderzoek is voortgekomen ten aanzien van de klimaatverandering. Ook laat ik u zien hoe en waarom de Nederlandse overheid heeft getracht om mijn onderzoeksrapport onder het tapijt te vegen. Maar ik laat u ook zien dat de Amerikaanse regering mijn onderzoeksrapport daarentegen wel heeft omarmd. Dan is het ons eigen landje en we doen dat met een weerdeskundige. Hij komt uit Den Helder. Ik heb hem vorige week gezien in Van Gewest tot Gewest. Een van de alleraardigste televisieprogramma's die ik ken en die ik dan ook graag mag zien. Van Gewest tot Gewest van de NOS, woensdagavond. En zo zag ik vorige week, provincie Noord-Holland was aan de beurt. En wie zag ik? Peter Kruif, weerjournalist uit Den Helder. En Peter was gefilmd als een apparatuur thuis. En een van de belangrijkste dingen, iemand vroeg, de interviewster uiteraard, van komt er nou meer storm? En Peter zei ja. En vervolgens werd er nog over al die andere dingen gepraat en ik dacht, volgens mij komt er ook meer storm. Maar het was vrijdag, belde ik Peter en toen waaide het alleen nog maar. Ondertussen is het maandag geworden en zitten we zo dik onder de sneeuw. Peter, hallo. Peter, je bent journalist. Weerdeskundige. Je hebt een rubriek in de Noord-Hollandse bladen. Een van de belangrijkste dingen vond ik ook in het interview van Gewest. Dat een visser zei, ja, we varen niet uit. Als Peter zegt, er komt storm, dan varen wij niet uit. Ja. Maar ik heb wel een uitgebreid stormonderzoek gedaan. En ik roep al sinds 1973 van pas op mensen. Wij gaan steeds meer stormen krijgen. Ja. Steeds vaker en ook steeds zwaarder. Maar waar ik voor waarschuw, dat is de komst van superstormen. Stormen die we vroeger wel gekend hebben, alleen voor 1850, dat is het beginjaar wat je zou kunnen noemen als het begin der geregelde weerkundige waarnemingen. Maar daarvoor hebben we verschrikkelijke zware stormen gehad. Stormen die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van het IJsselmeer. Ja. Stormen die verantwoordelijk zijn voor de structuur van de huidige Waddenzee met de eilanden los van elkaar. Dat zijn gigantische stormen geweest. En ja, ik ben niet de enige die dat in kaart heeft weten te brengen. De Britse Weerdienst bijvoorbeeld heeft daar uitgebreid onderzoek naar verricht en de Duitse Weerdienst. Nederland niet, heel jammer. Maar ondanks dat heb ik toch via de kanalen die ik in de loop der jaren heb opgebouwd, heb ik toch een beeld
weten te schetsen. Met de gegevens van vroeger die verkregen zijn uit optekeningen, ja. Wat in het museum gevonden is, ik noem even... Die grafiek? Ja, laat het maar even zien, want dan voor die camera. Wat betekent dat nou? Dat, We zeggen wel eens, het hele leven kent een golvenpatroon in al zijn facetten. Nou, die golf die vind je ook in het weerwereldje terug. Ik heb zo ver mogelijk teruggekeken met behulp van de geschiedkundige gegevens. Daar komen we dus, laten we zeggen, vanaf ongeveer 1200. Dan zien we een neergang van het aantal stormen. Daar kunnen dus best ook zware stormen zijn voorgekomen in dit dal. Dan gaan we langzaam omhoog. Dan komen we bij de stormen zoals de Sint-Elisabethvloed. Ja. Dan krijg je weer een daling. Vervolgens weer een stijging. Dan kom je in de buurt van onder andere het jaar waarin de Spaanse Armada is vergaan. Ja. Dan gaan we een daling vertonen en dan wordt het voor ons heel interessant. Dan gaan we iets krijgen wat al afwijkt ten opzichte van de vorige structuur. Ja. Eerst in zijn geheel zien we dat de golf langzaam omhoog gaat. Maar zijn we nu ook bezig om ons in deze lijn omhoog te begeven. Nou, en wat zien we nou vanaf dit punt? Of laat ik zeggen vanaf dit punt, februari 1953, wel bekend, de zware storm in Zeeland, watersnoodramp. Maar daarna hebben we een serie stormen gehad die al veel zwaarder zijn dan de februari 1953 storm. Afgelopen maanden alleen al, moet ik even bekijken. November 72, dat was al veel zwaarder. Sorry Peter, ik moet dit afsluiten, deze grafiek, hoe interessant ik hem ook vind. Hier in Studio 5, de ene na laatste uitzending van dit programma van dit seizoen. En ja, ik denk weer dat het een heel leuk programma gaat worden hoor. Want we gaan het hebben over, ook ja, over het weer natuurlijk. Want er is geen land ter wereld waar zoveel over het weer wordt gepraat als in ons land. En dat doen we dan met Peter Kruijf uit Den Helder. De vorige keer dat Peter Kruijf hier in het programma was, dat was op een dag die ik mijn hele leven nooit meer zal vergeten. Toen sneeuwde het. En hij woont helemaal in Den Helder. Toen moest hij s'avonds nog terug langs dat kanaal. Ik hield mijn hart vast voor je. Peter Kruijf is journalist en bovendien heeft hij een meteorologisch observatorium. Nou, dat kwam er even zonder fouten uit, Peter. En er is geen visser in Den Helder die nog uitvaart als Peter zegt het gaat stormen. Zo, meer hoef ik niet te introduceren. Vorige keer had je ook die grafiek. Ja. Dat gaan we weer omhoog houden. Kijken of we daar weer uit wijs kunnen worden. Want ik waarschuw niet alleen voor zomaar stormen. Ja. Wat ik vooral sinds het begin van de 70e jaren doe, dat is waarschuwen voor een grimmiger weerbeeld op windgebied. We hebben in de periode voor 1850, dat is het dat jaar... Dat is wat je nu aanwijst? Dat jaar zit ongeveer... 1850? Ja, dat zit ongeveer hier. Dat is het tijdvak waarin we begonnen zijn met geregelde weerkundige waarnemingen. Dus betrouwbare waarnemingen. Via instrumenten. Daarvoor bestonden die instrumenten nog niet, dus moet je het hebben van de geschiedenis. Nou, in die geschiedenis kun je ook duiken. Dat hebben ook een aantal weerdiensten gedaan. En dan ontstaat er een bepaald beeld. Ik heb stormen heb ik gegroepeerd en die heb ik ondergebracht in een zodanig gegeven dat je dat kunt uitzetten in een grafiek. Want het is bijzonder moeilijk, want een storm van Hemelvaartsdag 83... Hoe moet je die af gaan zetten tegen bijvoorbeeld een storm van 1953? Nou, daar is een bepaalde formule voor ontwikkeld. En toen ben ik gekomen tot dit beeld. En dan zien we dat er een dal optreedt, een stijging. Dan zitten we ongeveer in het tijdvak van de Sint-Elisabethvloed. Dat zijn... Urk, Schokland. Ja, precies. Dat zijn, en dan ga je weer naar een dal toe. Dan zitten we ongeveer zeg maar tussen 1500 en 1600 in. Dan gaan we weer naar een piek. Met als hoogtepunt vergaan bijvoorbeeld van de Spaanse Armada. Ik noem dat even bewust. Die pieken, omdat dat is dus, dat waanzinnige zijn, stormen. Dat zijn toppen in een totale stormgebeuren. Ja. Dat wil niet zeggen dat er in zo'n stijging geen zware stormen zouden zitten. Dat kan zelfs in een daling. Alleen de hoogste intensiteit van het totaal aantal stormen, dat tref je dan aan in zo'n top van zo'n golf. Ja. Nou, het hele leven dat kent golven, ook het weer. En als we goed kijken, dan zien we dat die totale golf omhoog gaat. Alleen vanaf
ongeveer 1800 gaan we een hele andere golf krijgen. En dan haal ik even aan de meest recente stormen die bij de meeste mensen nog vers in het geheugen liggen. Dat is november 72. Toen werd er door Waterstaat met als achtergrond het KNMI gezegd van nou, dit komt maar één keer in de 50 jaar voor. Ja. Toen ben ik onmiddellijk in de pen geklommen en heb een stuk in de krant gezet van mensen, kijk uit, dit gaan we de komende jaren steeds vaker krijgen. Nou, dat bestond niet. Nou, nauwelijks een half jaar later, april 73, kregen we eveneens een zware storm. Stormen die in totaliteit zwaarder waren dan bijvoorbeeld een februari 53 storm. Alleen het hoogtepunt van de storm viel toen niet samen met het hoogtepunt van het water, waardoor we dus bespaard zijn gebleven van overlast. En dan krijg je een kettingreactie. Er zijn daartussen nog een aantal zware stormen geweest, maar dan krijgen we weer een hoogtepunt in januari 76. Wat ook na april 73 werd gezegd, nou, dit is zo'n toevallige samenloop van omstandigheden. Dit hoeven we voorlopig de eerste 35 jaar niet meer te verwachten. Ja. Toen kregen we januari 76. Nou, en als we nu even een half jaar teruggaan en kijken wat er sinds november vorig jaar allemaal aan storm is gepasseerd, dan past dit volledig in het beeld wat ik hier voor de toekomst heb geschetst. Dat zijn twee curve omhoog. De groene, dat is de curve volgens mijn berekeningen. Ja, dan komen we in het jaar 2010-2020 in een top van een golf terecht. En wat kunnen we dan verwachten? Dat zijn de zogenaamde superstormen. Stormen die we vroeger dus ook hebben gehad met windsnelheden van 200 à 250 km per uur als gemiddelde. Wat windkracht is dat? Windkracht 10, 11, 12? Nee hoor, als we de windkracht in Beaufort uitdrukken, dan stoppen we bij 12. Dat is orkaan, maar dit zijn snelheden. Die liggen ver boven de 12. Maar 12 is het maximale van de schaal Beaufort. Dan boven druk je alles uit de kilometers per uur. Maar dan kom je dus in windsnelheden terecht die normaal zijn in cyclonen. Wat eng, dat hebben ze in Amerika overal, maar niet bij ons. Nee, maar ik voorspel dus voor de komende 25 tot 30 jaar dat ook cycloonrestanten dieper zullen doordringen richting Europa. We hebben daar 5 tot 6 jaar geleden hebben we een klein voorbeeld van gehad met het restant van de cycloon Gloria. En ik voorspel voor de komende jaren het vaker voorkomen van dit soort gebeurtenissen. Hoe komt dat, Peter? Komt dat door al die kernexplosies die ze stiekem toch laten exploderen, al dat gerommel? Waar het precies van komt, dat blijft natuurlijk een gissen. Daar heb je dus onderzoeksgroepen voor. Ja. Maar ik denk dat dit gewoon verband houdt met een totale klimaatsverandering die je her en der op aarde ziet. Want niet alleen zie je dat in Europa gebeurtenissen voorkomen die je tot in het bekende verleden niet meer kunt aantreffen. Dat zie je bijvoorbeeld ook in Frankrijk, je ziet het in Afrika, in Amerika, je ziet het in Australië. Overal is er iets met het weer aan de hand. Er is gewoon een totale klimaatsverandering aan de gang. Alleen, wat voor ons deel van de wereld betreft, verwacht ik dat wij te maken krijgen met een hogere temperatuur hier. Dat de temperaturen die voorkomen nu in Frankrijk, Midden-Frankrijk, dat naar het noorden verschuift. En dat daardoor dat vroeg ik graag horen. Ja, maar en dat daardoor ook die cycloonrestanten ons gebied gaan opzoeken. Want een cycloonrestant die houdt ook van wat hoge temperaturen. Of het een of het ander, hè? Het is gelukkig een zeer zeldzaam verschijnsel in Europa. Orkanen. Ierland krijgt er morgen mee te maken als orkaan Ophelia daar aan land komt. Op dit moment houdt orkaan Ophelia zich nog op boven de Azoren en zorgt daar voor hevige regen en wind. Met windsnelheden van bijna 200 km per uur raast de orkaan richting Ierland, waar ze zich klaarmaken voor het ergste. Ophelia is een orkaan van de derde categorie en dat is uitzonderlijk in Europa, vertelt weerman Reinier van den Berg. Ophelia is heel bijzonder, want het was gisteren een zeldzaam sterke orkaan boven Europees water. Dat hebben we nog nooit eerder zo gezien. Nu trekt hij in de richting van Ierland, langzaam afzwakkend. Blijft heel bijzonder en Ierland krijgt er toch morgen behoorlijk mee te maken. Dan even het overzichtsbeeld van de Wereldbol. En vanuit de ruimte kijken we hier naar de orkaan Ophelia. Categorie 2 orkaan, windsnelheden van 160 kilometer per uur, windstoten tot 180 kilometer per uur. En hier ligt een hele langgerekte wolkenband. Dat is eigenlijk een gewoon front, zoals wij het bij ons wel vaker tegenkomen. Kunnen op deze
afbeeldingen voor duidelijker zien. Nederland, een diepe gewone depressie met het bijbehorende frontensysteem. En wat er nu gaat gebeuren, dat is dat Ophelia als orkaan voor het front uit in een noordoostelijke richting gaat bewegen. Uiteindelijk iets gaat afbuigen en dan op Ierland afstampt. En dat is toch vrij opmerkelijk, dat gebeurt niet zo vaak. En het is inderdaad inmiddels zo dat er een serieuze kans is op een zware storm maandag in Ierland met mogelijk windsnelheden van wel 120 km per uur in windstoten dan. En opmerkelijk hoge golven zullen er ook zijn rondom het pad van de toch wel opmerkelijk sterke orkaan, althans dan in dit gebied. Want in de Caribe hebben we natuurlijk veel sterkere orkanen gezien. We zijn vooral niet goed voorbereid voor extreme wateroverlast. Bijvoorbeeld in de zomer. Extreem water wat valt in heftige buien. De straten die onder water komen staan, de huizen die onder water komen staan, hagel die erger wordt. Dat komt allemaal op ons af. De klimaatverandering laat zien dat het nu al gebeurt, maar in de toekomst nog erger wordt. Wilco Hazeneger onderzoekt klimaatontwikkelingen op de lange termijn. Zijn onderzoeksgroep werkt met computers met een grote rekenkracht. Modellen die het weer een halve eeuw vooruit kunnen voorspellen. Dit is een orkaan die over 70 jaar over Europa raast. Dit is een simulatie voor 2090, dus dat is best wel ver weg nog. Met een flinke opwarming van een paar graden, een graad of 4. Maar als dat gebeurt, dan kun je dit soort situaties hebben. Nederland heeft te maken met steeds extremer weer. Per graad opwarming komt er ruim 10% meer water uit een regenbui. En dat merken we nu al. Alleen zijn we niet voorbereid op de impact van dit extreme weer. Wetenschappers waarschuwen daarvoor in het televisieprogramma De Kennis van Nu van de NTR. Als er niet wordt ingegrepen, loopt Nederland helemaal onder, zeggen ze. Toen ik in 1987 in het Veronica televisieprogramma Tieneke voor steeds zwaardere stormen en orkanen waarschuwde, was ik op dat moment nog in het diepste geheim bezig met mijn onderzoek naar de verschuiving van de zonsopkomsten. Met het verschijnen van mijn onderzoeksrapport 50 jaar zonsopkomsten in september 2015 heb ik de resultaten van dit onderzoek openbaar gemaakt. In 1960, ik was toen 12 jaar, vertelde een akkerbouwer van middelbare leeftijd in Oost-Groningen mij het volgende verhaal. In de verte, aan de rand van zijn akker, stonden 7 bomen op een rij. Gedurende zijn achterliggende leven zag hij de opkomst van de zon in steeds dezelfde week van een jaar van links van de stam van de middelste boom naar het punt verschuiven zoals hier afgebeeld. De vader van de akkerbouwer zag gedurende zijn leven de opkomst van de zon in steeds dezelfde week van een jaar van rechts van de stam van de middelste boom verschuiven naar het punt zoals hier afgebeeld. De grootvader van de akkerbouwer zag gedurende zijn leven de zon in steeds dezelfde week van een jaar opkomen tussen de stammen van de tweede en derde boom van rechts. De overgrootvader van de akkerbouwer zag gedurende zijn leven de zon in steeds dezelfde week van een jaar opkomen tussen de stammen van de eerste en de tweede boom van rechts. Toen ik het verhaal van de akkerbouwer omzette in een animatie, gaf dat dit beeld van de verschuiving van de zon tussen de bomen. Ik werd er zo door getriggerd dat ik besloot het te gaan onderzoeken. Ik besloot 2 maal per jaar de zonsopkomst te meten. Ik koos 29 augustus, de verjaardag van mijn vader, en 9 februari, de verjaardag van mijn moeder, als meetdata. Zodoende kon ik mijn meetplicht op die data niet vergeten. Na eerst verschillende locaties te hebben getest, bleek dat ik zowel in augustus als in februari het beste zicht op de zonsopkomst zou hebben vanaf het met de rode pijl aangegeven punt op de Helderse Zeedijk. Na het beklimmen van de trap verkreeg ik daar een van de mooiste uitzichten van Nederland met een vrije horizon naar de Waddenzee, waar de zon van achter de kim opkomt. Een uitgelezen meetplek dus voor mijn onderzoek naar de zonsopkomsten. Mijn meetpunt op de Helderse Zeedijk aan het Marsdiep is deze trapleuning. Zowel voor als na de verhoging tot deltahoogte van deze zeedijk, in het begin van de 70e jaren, heeft deze trapleuning steeds op dezelfde plaats op de zeedijk gestaan en ook in dezelfde positie ten opzichte van het kerkje van Den Horen op Texel. Gedurende de gehele meetperiode is een hoek van 15 graden gemeten tussen deze trapleuning als 0 gradenlijn en de torenspits van het kerkje van Den Horen. In rood is de positie van de trapleuning ten opzichte van de Noord-Zuidlijn
op een geëikte landkaart aangegeven. Op de metingen vanaf de trapleuning moet daarom een herleidingsfactor van minus 21 graden worden toegepast om tot een bruikbaar registratiebeeld te komen. Ik heb dus nooit een kompas gebruikt voor mijn metingen. Daardoor kon ik geen fouten maken ten opzichte van het magnetische noorden dat zich periodiek verplaatst. Vanaf mijn eerste meting van de zonsopkomst op 29 augustus 1964 heb ik altijd dezelfde zeer eenvoudige instrumenten gebruikt. Een verstekbak, een lijmklem, een waterpas en een graadboog. Met behulp van de lijmklem wordt de verstekbak op de trapleuning gemonteerd en waterpas gesteld. Vervolgens wordt de graadboog op de verstekbak gelegd en wordt over het midden van de liniaal naar de zonsopkomst gekeken en het aantal graden van de hoek van de zonsopkomst ten opzichte van de trapleuning gemeten. Zodra de uiterste bovenkant van de zon boven de kim komt, wordt dat punt aan de horizon direct gemeten. Direct, omdat vanaf dat moment, los van het gevaar van oogbeschadiging, de zon snel schuin naar rechts opkomt, zoals hier ten opzichte van het verkeersbord op de dijk goed te zien is. Daardoor neemt ook het aantal graden van de hoekmeting snel toe. Dan is niet meer sprake van een correcte meting van de zonsopkomst en kan die meting niet worden vergeleken met de metingen in voorgaande jaren. Bovendien is het mogelijk dat de zon vrijwel direct na opkomst achter bewolking verdwijnt. Het kiezen van de vaste meetdata gaf uiteraard geen garantie op een gunstige weersgesteldheid op die data voor het kunnen verrichten van de metingen. Zo liepen de meetomstandigheden uiteen van een zonsopkomst bij een volstrekt onbewolkte hemel, de zon nog net even te zien, tot zodanig bewolkt of slecht weer dat er geen meting kon worden verricht. Om gaten in de meetreeks te voorkomen, werden bij het zien aankomen van een slechte meetsituatie voor en na de vaste meetdatum metingen van de zonsopkomst verricht en werden die metingen daarna volgens deze tabel geïnterpoleerd naar de vaste meetdatum. Doordat mijn meetpunt de meeste zonneuren van Nederland kent, moest in de meetperiode op 29 augustus slechts 3 maal worden geïnterpoleerd. In de wintermaand februari was dat 7 maal noodzakelijk. De meetgegevens van de zonsopkomsten werden op deze wijze puntsgewijs in beeld gebracht. De uit kleine letters O en op elke tiende plaats een 0 bestaande jaarregels stammen uit de tijd van de typemachine en heb ik uit curiositeit tot op heden als basisregistratie gebruikt. In rood de metingen op 29 augustus en in blauw de metingen op 9 februari van elk jaar. Vervolgens werden de puntmetingen omgezet in een grafiek en geeft dat dit beeld. Doordat de zon stilstaat, wordt de zonsopkomst veroorzaakt door de draaiende aarde. De hier langs de horizon heen en weer gaande zon is dus niet de beweging van de zon, maar de beweging van de aarde. Of nauwkeuriger gezegd, de slingering van de aardas. En dit is een unieke registratie, een wereldprimeur, want nergens op onze aardbol is een dergelijke meting gedaan gedurende zo'n lange periode. Dit is voor mij in 1994 door wijlende heer Landmeter van het KNMI onder strikte geheimhouding wereldwijd nagegaan. Hier zien we in blauw van links naar rechts de totale slingering van de aardas. De rode lijn toont de gemiddelde slingering van de aardas. Let op de schokkerig wordende slingering van de aardas vanaf het jaar 2002. Gaandeweg mijn onderzoek begon ik verbanden te constateren tussen de slingering van de aardas en het kaliber van orkanen boven de oceanen, maar ook het wereldwijd voorkomen van zware aardbevingen. Toegespitst op Nederland werden ook verbanden met hitte- en koude golven zichtbaar. Uit mijn onderzoek leid ik af dat de aarde in toenemende mate in onbalans draait. Ik vergelijk het met een centrifugerende wasmachine waarbij het wasgoed niet goed verdeeld is in de draaiende trommel. De trommel gaat dan slingeren en daardoor ook bonken. Hetzelfde gebeurt wanneer het wiel van een auto niet goed uitgebalanceerd is.
Het in verhouding tot een autowiel minuscule ventiel van de buitenband kan ervoor zorgen dat bij hoge rijsnelheid het stuurwiel hinderlijk gaat trillen. Om dat tegen te gaan worden op de velg tegenover het ventiel loodjes geslagen. Daardoor draait het wiel weer in balans. Op onze aardbol verplaatsen we eigenlijk continu de loodjes van de aarde, onder meer door grondstoffen massaal van het ene deel van de aarde naar het andere deel te verplaatsen. Dat lijkt overdreven, maar vanuit de ruimte gezien is de aarde maar een relatief klein bolletje, waarop een heleboel gebeurt. En dat draaiende bolletje probeert voortdurend in balans te draaien. Wanneer dat niet het geval is, gebeurt exact hetzelfde als bij de in onbalans centrifugerende wasmachine. Dan gaat zij bonken. Dat bonken vertoont mijn slingerbeeld van de aardas vanaf het jaar 2002 in toenemende mate. Dat de aarde een wiebelbeweging vertoont, werd in 1891 al ontdekt door de Amerikaanse astronoom Chandler en kreeg de benaming Chandler's Wobble. Uit mijn onderzoek komt evenwel naar voren dat de aardas niet alleen slingert, maar zodanig aan het kantelen is dat de zon daardoor steeds meer op het poolijs instraalt. Ook van oplettende mensen in de leeftijd boven de 80 hoor ik dat zij in de zomer constateren dat de zon dan noordelijker staat dan in hun jeugd. En dat stellen die mensen dus vast zonder de zonsopkomst elk jaar te hebben gemeten. Sedert 1975 wordt echter ook een stijging van de temperatuur van de instralende zon gemeten. Zonaanbidders ervaren dit als een steeds eerder prikkende zon. Sedert dat jaar zien we ook een stijging van het aantal huidkankers. Door de instraling van de heter wordende zon op het poolijs smelt dat in toenemende mate en stijgt daardoor de zeespiegel. Door het wegsmeltende poolijs komt daaronder aanwezige permafrost bloot te liggen. De enorme hoeveelheid daarin opgeslagen koolstof oxideert en komt in de atmosfeer terecht, voornamelijk als het broeikasgas koolstofdioxide CO2. Maar met het smelten van de permafrost komt er ook methaan CH4 vrij. Dit broeikasgas is 20 tot 25 maal sterker dan CO2. Methaan komt vooral vrij als de planten onder water ontdooien en oxideren. Een groter effect van het smeltende poolijs kan evenwel zijn dat daardoor de aarde verder in onbalans geraakt en de aardas verder kantelt totdat deze weer in balans draait. In het zeer verre verleden moet dat ook zijn gebeurd. Vandaar waarschijnlijk de onder het ijs van Spitsbergen gevonden restanten van tropische plantengroei en polaire vondsten op de Azoren nabij de huidige Evenaar. Mogelijk dat de zondvloed in de tijd van Noach en zijn ark met een eerdere kanteling van de aardas in verband staat. Hoe dan ook, het totale oppervlak van de aarde bestaat voor het grootste deel uit water. Voor het belangrijkste deel gevormd door de Atlantische Oceaan, de Grote of Stille Oceaan, de Indische Oceaan, de Zuidelijke Oceaan en de Noordelijke IJszee. Het effect van de slingering van de aarde op deze gigantische watermassa's kunnen we vergelijken met het water in een grote vijverbak die we op een wipplank plaatsen, waarbij de wipplank de aarde voorstelt. In plaats van de tegengestelde schijnbeweging van de zon ten opzichte van de slingerbeweging van de aarde te maken, zal het water in de bak de met de rode pijl aangegeven beweging van de aarde volgen, wanneer de wipplank, de aarde dus, naar rechts helt. Helt de aarde vervolgens naar links, dan zal het water in de bak eerst nog wat naar rechts naijlen, alvorens de beweging naar links in te zetten. Zowel dit klotsen van de watermassa's als de slingering van de aarde op zich hebben volgens mijn theorie ook veel invloed op de beweging van de luchtmassa's direct boven de oceanen en de continenten, dus in de onderste lagen van de atmosfeer. Die luchtmassa's staan sowieso al onder invloed van de zon, die daarin lage en hoge drukgebieden laat ontstaan. Het slingerbeeld van de aarde wijkt sedert het jaar 2002 behoorlijk af van het slingerbeeld in de voorafgaande periode. Wat vooral opvalt, is dat het vanaf de aanvang van dit schokkerige slingerbeeld tot een serie zware aardbevingen is gekomen, telkens in het jaar na een zaagtand in de slingerregistratie van de aardas. In 2015 legde ik mijn onderzoek vast in mijn onderzoeksrapport 50 jaar zonsopkomsten en maakte ik mijn onderzoek hiermee voor het eerst openbaar. In het rapport laat ik zien wat er in werkelijkheid aan de hand is, waardoor dit volgens mij komt en wat voor gevolgen dit voor ons met zich mee kan brengen.
Het voorwoord werd geschreven door Marian van Kampen-Nauwen, burgemeester van de gemeente Schagen. Zij staat in voor mijn betrouwbaarheid. In haar voorwoord spreekt zij de hoop uit dat mijn rapport door officiële instanties zoals het KNMI als een handreiking van mijn kant naar hen zal worden opgepakt om zowel mijn onderzoek langs die weg voor te zetten als voor te borduren op mijn bevindingen. Met dat verzoek stuurde ik de hoofddirecteur van het KNMI, de heer professor Dr. G. van der Steenhoven, bij mijn aangetekende brief van 1 oktober 2015 het eerste exemplaar van mijn onderzoeksrapport 50 jaar zonsopkomsten. Wel, dat heb ik geweten. Bij brief van 7 oktober 2015, dus nauwelijks een week na ontvangst van mijn onderzoeksrapport, kreeg ik deze zeer korte reactie van het KNMI terug. Een heel wonderlijke reactie, omdat ik in mijn onderzoeksrapport juist verbanden aangeef tussen de slingering van de aardas en plaatsvindende klimaatextremen. Omdat ik onderaan de brief de bij afwezigheid van de hoofddirecteur geplaatste handtekening meende te herkennen als die van iemand die mij in het verleden vanuit het KNMI heeft dwarsgezeten ten aanzien van mijn stormwaarschuwingen, besloot ik opnieuw in de pen te klimmen en de hoofddirecteur persoonlijk te verzoeken om zijn reactie aan mij te ondertekenen. Met mijn tweede, eveneens aangetekende brief van 26 oktober 2015 wendde ik mij dus opnieuw tot de hoofddirecteur. Daarin gaf ik duidelijk aan waarom ik juist zijn handtekening zo belangrijk vond. Mocht hij daaraan evenwel niet willen voldoen, dan wilde ik mijn onderzoeksrapport van hem terug hebben. Een principekwestie. Op 27 oktober 2015 werd ik gebeld door het hoofdcommunicatie van het KNMI. Hij deelde mij het volgende mede. Ik wil even reageren op uw brief van gisteren, waarin u vraagt om de handtekening van de hoofddirecteur van het KNMI onder zijn brief aan u van 7 oktober 2015. U krijgt die handtekening niet. U krijgt uw rapport terug. Ik wil u er alvast op wijzen dat wij een goede relatie met de Nederlandse pers hebben. Wij zijn daarom niet bang voor kritiek van die kant over onze opstelling naar uw rapport. Wij hebben overigens veel waardering voor uw gedrevenheid en vasthoudendheid, maar wij doen er niets mee. Ook niet wanneer u zich tot de staatssecretaris of de minister mocht wenden. Wij hebben geen boodschap aan wat andere personen of instellingen vinden van onze reactie naar u over uw rapport. En zie daar, bij brief van 17 november 2015 krijg ik daarop antwoord van de hoofddirecteur van het KNMI. Met slechts twee regels en mijn onderzoeksrapport retour. Met andere woorden, de groeten, wij doen er niets mee. En kijk, is dat onderaan de brief dan toch de handtekening van de hoofddirecteur van het KNMI? Op 10 november 2015 was ik de gast in het radioprogramma Tieneke Show van Omroep Max op Radio 5. Tieneke de Nooi interviewde mij in dat programma over mijn onderzoeksrapport. Het radioprogramma werd ook beluisterd door twee KNMI'ers, met wie ik bij mij thuis onder strikte anonimiteit een uitvoerig gesprek had. Zij waren door dit radioprogramma met hun geweten in de knoop gekomen jegens het standpunt van het KNMI ten aanzien van mijn rapport. Mijn onderzoeksrapport zou door toedoen van de afdeling communicatie binnen het KNMI zijn weggesluist, zonder ook maar enige raadpleging van klimaatwetenschappers binnen het KNMI. Ik ontving van hen een lijst met interne e-mailadressen van klimaatonderzoekers binnen het KNMI, zodat ik langs die weg zelf zou kunnen constateren wat er in werkelijkheid met mijn rapport binnen het KNMI was gebeurd. Dit leidde op 11 januari 2016 tot deze e-mail aan klimaatonderzoekers binnen het KNMI met als onderwerp Vraagje. Op mijn vraag of zij mijn rapport hadden gelezen, hoefden ze alleen maar ja of nee te reageren. Wat bleek? Geen van de klimaatonderzoekers wist van mijn onderzoeksrapport. Ik besloot tot actie over te gaan. In mijn brief van 19 januari 2016... deelde ik de hoofddirecteur van het KNMI het resultaat van mijn enquête onder de klimaatonderzoekers binnen het KNMI mede. Ik hield hem voor dat deze KNMI-cultuur helaas zeer waarschijnlijk tot gevolg zou hebben dat de verdere regissering van mijn onderzoek naar de zonsopkomsten, net als de destijds door mij uitgevonden alternatieve stormvoorspellingsmethode, in buitenlandse handen komt. Tevens zou ik het handelen van het KNMI ditmaal voorleggen aan de minister van Infrastructuur en Milieu, ook al zou het KNMI daarvan niet onder de indruk geraken, zoals eerder immers door het hoofd communicatie van het KNMI telefonisch tegen mij gezegd. En zo gebeurde. Ik wendde mij tot de minister en
de chef-staf van het Amerikaanse Milieudepartement, vanwege mijn goede contacten daarmee in het verleden tijdens mijn stormonderzoek. In mijn aangetekende brief van 19 januari 2016 stelde ik minister Scholz in kennis van mijn ervaring met het KNMI en voegde daar mijn onderzoeksrapport bij. Maar tot mijn verbazing kreeg ik geen enkele reactie van de minister. Zelfs voldeed zij niet aan de primaire fatsoensnorm zoals een ontvangstbevestiging. Een reden voor mij om de minister per aangetekende post te herinneren aan mijn eerdere brief aan haar, ditmaal met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Op een WOP-verzoek moet namelijk worden gereageerd. En ja hoor, daar kwam onder dagtekening van 5 april 2016 de reactie van de minister. Het bleek niet mogelijk om binnen 4 weken op mijn brief te reageren. De behandeltermijn werd daarom met 4 weken verlengd tot uiterlijk 3 mei 2016. Daags erna werd ik evenwel uitgenodigd voor een gesprek op het ministerie. Het gesprek op het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu vond plaats op 13 april 2016. Maar dit gesprek bleek weinig zinvol. Het ministerie bleek namelijk niet in het bezit te zijn van mijn onderzoeksrapport, terwijl ik mijn rapport notabene aangetekend aan de minister had verzonden. Wel werd begrip getoond voor mijn teleurstelling over de reactie van het KNMI. Dit zou in formele zin met het KNMI worden opgenomen. Daaraan werd direct toegevoegd dat niet werd verwacht dat het KNMI tot een ander standpunt zou komen. Want sedert de vercommercialisering van de aanvankelijke taken van het KNMI mag het KNMI niet meer zoveel. Ook werd erop gewezen dat het ministerie geen bevoegdheid heeft om dataopdrachten aan het KNMI te verstrekken. Maar mijn signaal werd wel serieus genomen en zou het ministerie met het KNMI in formeel overleg gaan over deze kwestie. Ik weigerde te geloven dat zowel mijn aangetekende brief aan de minister van 19 januari 2016 en mijn onderzoeksrapport niet door haar was ontvangen of binnen haar ministerie was zoekgeraakt. Wanneer dit namelijk zo zou zijn, zou dit alleen maar bevestigen wat inmiddels ook uit andere hoeken naar mij was gelekt, namelijk dat mijn onderzoeksrapport in werkelijkheid ongewenst werd gevonden, omdat mijn invalshoek omtrent de oorzaak van de klimaatverandering het Klimaatverdrag van Parijs van december 2015 zou bijten. Een krachtenveld binnen de overheid zou bezig zijn om mijn rapport zo geruisloos mogelijk onder tafel te laten verdwijnen, in de hoop dat ik mijn strijd om erkenning van dit rapport zou opgeven. Reden voor mij om de minister op 15 april 2016 wederom een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur te doen en mij in het bezit te stellen van al hetgeen de minister heeft ondernomen richting het KNMI naar aanleiding van mijn klacht daarover. Ik hield de minister voor dat mocht mijn rapport inderdaad niet meer binnen haar ministerie zou zijn te traceren, dit bij mij beelden opriep van het verdwenen fotorolletje van Srebrenica of het verdwenen bonnetje van de Tevedeal. Ik stelde mij niet te kunnen voorstellen dat zij zich ten aanzien van mijn onderzoeksrapport 50 jaar zonsopkomsten door of het KNMI of ambtenaren van haar ministerie in een zodanige positie zou laten manoeuvreren dat dit kon leiden tot kritische vragen aan haar door Tweede Kamerleden. Ik vertrouwde er daarom op dat mijn onderzoeksrapport samen met mijn begeleidende brief alsnog binnen haar ministerie boven water zou komen. En inderdaad, in no time kwamen beide stukken toen boven water. Onder dagtekening van 17 mei 2016 kreeg ik van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu antwoord op mijn verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur aangaande de behandeling van mijn onderzoeksrapport door het KNMI. Nou ja, antwoord? De term vullis lijkt hier beter op zijn plaats, want zie wat ik toegestuurd kreeg. Nee, dan de brief van het ministerie van eveneens 17 mei 2016, ondertekend door de plaatsvervangend directeur-generaal Milieu en Internationaal, als aanvulling op de zojuist getoonde brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. In deze brief wordt in ieder geval excuses gemaakt voor mijn binnen het ministerie zoekgeraakte onderzoeksrapport. Dankzij mijn bewijs van aangetekende verzending heeft men mijn rapport alsnog kunnen traceren. Vervolgens wordt verwezen naar de zwartgelakte reactie op mijn WOP-verzoek. Maar dan komt het cadeautje aan mij. Gezien de inhoud van mijn onderzoek en de interessante invalshoek, heeft het ministerie contact gehad met de secretaris van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Weer- en Sterrenkunde. Die zou hebben aangegeven dat deze vereniging graag kennis wil nemen van mijn onderzoeksrapport.
Mogelijk geeft dit ook aanleiding tot verdere behandeling van mijn rapport in een werkgroep van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Weer- en Sterrenkunde of een andere instantie. Schitterend, zou je denken. Niet dus. Want op 9 december 2015 mailde ik deze secretaris van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde een flyer van mijn rapport met daarin ook de inhoudsopgave ervan. Er werd van die zijde evenwel geen enkele belangstelling daarvoor getoond. En dat zou nu ineens veranderen op verzoek van de minister? No way. Zoals ik al verwachtte, bleef het ook ditmaal uit die hoek volkomen stil. Ik was er nu helemaal klaar mee en besloot de minister nog eenmaal een brief over mijn onderzoeksrapport te sturen. Mijn afscheidsbrief aan haar van 17 februari 2017. Want inmiddels had ik maar liefst 7 wetenschappers op anonieme basis bij mij thuis gehad, die mij tijdens uitgebreide gesprekken uiteenzetten hoe het er in het wetenschapswereldje aan toe gaat en waar ik de tegenwerking zoal aan te danken had. Ten eerste blijkt jaloezie een grote rol te spelen, omdat ik niet professor-dokter voor mijn naam heb staan. Want als niet-wetenschapper zou ik met mijn onderzoeksrapport het gras voor de voeten van afgunstige wetenschappers met wel die titel voor hun naam hebben weggemaaid. Bovendien zou ik met het gestelde in het laatste hoofdstuk van mijn onderzoeksrapport de vinger op een nog steeds zere plek bij het KNMI uit het verleden hebben gelegd. Want toen ik 40 jaar geleden zwart op wit in de pers waarschuwde voor de klimaatverandering waar we nu mee te maken hebben, werd dat door het KNMI als onzin afgedaan. In dit laatste hoofdstuk van mijn onderzoeksrapport wijs ik het KNMI erop dat zij 40 jaar te laat reageert op de klimaatverandering en het nu 11:45 is geworden. In hetzelfde laatste hoofdstuk van mijn onderzoeksrapport publiceer ik een Engels idee uit 1986 omtrent het beheren van het niveau van de stijgende Noordzeespiegel. Daarvoor zou de Noordzee tussen Schotland en Zuid-Noorwegen moeten worden afgesloten en krijgt het kanaal de functie van een mega-schutsluis met daarin waterenergiecentrales. Volgens afgunstige wetenschappers zou ik hiermee niet alleen mijlenver voor de muziek uitlopen, maar verkrijg ik in hun ogen met het publiceren van dit idee als het ware een octrooirecht in geval van toekomstige uitvoering van dit idee. Hoezo dit? Ik neem in dit hoofdstuk alleen maar stelling tegen een binnensluipende Jan Saliegeest jegens het weren van de zeespiegelstijging. Al zouden we moeten accepteren dat het op een keer tot een zodanige overstroming van delen van Nederland kan komen dat sprake wordt van een Nederlandse kustlijn volgens NAP. Persberichten hierover in combinatie met de uitgezonden tv-serie van de EO met de titel Als de dijken breken wekken bij steeds meer bewoners van met name de kuststreken de indruk dat zij geestelijk worden voorbereid op een toekomstige overstroming. Terwijl het motto zou moeten zijn: dit zal nooit meer gebeuren, punt. Maar eigenlijk nog erger zou de door het ministerie nu genoemde interessante invalshoek van mijn onderzoek volgens de wetenschappers die bij mij thuis zijn geweest een bedreigende invalshoek voor het Klimaatverdrag van Parijs zijn. Dit klimaatverdrag vormt namelijk een mega inkomstenbron. Daarmee kunnen miljarden aan CO2-taxen worden gegenereerd. Het is een utopie te denken dat we de temperatuurstijging deze eeuw beperkt kunnen houden tot maximaal 1,5 of hooguit 2 graden. Alleen al als gevolg van de heter wordende zon lijkt een stijging van 3 tot 4 graden deze eeuw onvermijdelijk. Mijn onderzoeksrapport 50 jaar zonsopkomsten bevat de meetgegevens tot en met 29 augustus 2015. Zie hier de aanvullende registraties van de slingerende aardas in 2016 en 2017. Ik ben erg geschrokken van die registraties. Het ontstaan van onder andere de zware orkaan Irma, die zo verwoestend was voor onder andere Sint Maarten, en Ophelia, die via de Azoren naar Ierland trok, maar ook de zware aardbevingen die zich de afgelopen 2 jaar voordeden, passen geheel in het geconstateerde verband tussen de zaagtanden in het slingerbeeld van de aardas en het zich voordoen van natuurextremen. Met de schokkerig wordende slingering van de aardas vanaf het jaar 2002 neigen ook de categorie 5 orkanen zwaarder te worden, momenteel de zwaarste categorie.
Voor de toekomst voorzie ik de noodzakelijke uitbreiding van de categorieschaal voor orkanen met een categorie 6. Mijn bevindingen over de oorzaak van de klimaatverandering en de prognose voor de toekomst blijken heel veel raakvlakken te hebben met die van het Amerikaanse Milieudepartement. Onder meer dat CO2 niet de hoofdoorzaak is van de opwarming van de aarde, maar andere factoren, zoals in deze film getoond. Mijn contact met het Amerikaanse Milieudepartement leidde in mei 2017 tot persoonlijke correspondentie met de president van de Verenigde Staten van Amerika, de heer Donald Trump. Over en weer wel te verstaan. In zijn persoonlijke brief aan mij van 7 september 2017, met een lengte van ruim een A4, spreekt president Trump zijn waardering uit voor mijn onderzoek en verstrekt hij mij daarbij zijn commentaar op het Klimaatverdrag van Parijs. Een wereld van verschil met de twee regeltjes die ik in 2015 van het KNMI ontving als reactie op mijn onderzoeksrapport. Van 1972 tot medio 2000 exploiteerde ik een professioneel weerbureau. Ik maakte gebruik van een alternatieve methode voor het voorspellen van stormen, een eigen uitvinding. Daarmee voorspelde ik bijvoorbeeld de zeer zware stormen van orkaankracht van 13 november 1972 en april 1973 en ook de hemelvaartstorm van 1983 op momenten dat andere weerdiensten dat voor onmogelijk hielden. Terwijl ik verguisd werd door het KNMI, had ik niet alleen binnen- en buitenlandse scheepvaartmaatschappijen als klant voor weerberichten. Ook commandanten van Nederlandse en buitenlandse marineschepen maakten gebruik van de gegevens van mijn stormvoorspellingsapparatuur. Dat gebeurde in het geheim, want Defensie had haar eigen weerkundige dienst. Maar zij hadden meer vertrouwen in mijn weerberichten. Zelfs de Ghanese marine. In mijn rapport 50 jaar zonsopkomsten maakte in 2016 overleden toenmalige kolonel Frans Bertijn van de Nederlandse Koninklijke Marine dit voor het eerst openbaar. In het jaar 2000 beëindigde ik mijn activiteit als weerbureau, maar ging ik wel door met mijn klimaatonderzoek, waaronder het 2 maal per jaar meten van de zonsopkomst. Door de wijze waarop het KNMI en daarmee de Nederlandse overheid met mijn onderzoeksrapport is omgegaan, ervaar ik als klimaatanalist opnieuw de waarheid van het gezegde dat een profeet niet in eigen kring wordt geëerd. Natuurlijk ben ik verguld dat de Amerikaanse regering mijn onderzoeksrapport heeft omarmd. Maar het doet mij ook terugdenken aan wat een Engelse professor van het wetenschappelijk onderzoekscentrum van de Britse Meteorologische Dienst in Bracknell in 1986 naar mij stelde ten aanzien van mijn alternatieve methode voor het voorspellen van stormen. Peter, Holland is too small for you. Corruptie binnen de wetenschappelijke wereld komt meer voor. Zie het volgende verhaal van een vooraanstaand archeologe die een spectaculaire vondst deed. De wetenschap heeft altijd strak vastgehouden aan haar eigen theorieën. Theorieën omvatten feiten, maar niet alle. Feiten die niet bij de theorie passen, worden weggelaten. Nieuwe feiten kunnen de theorie veranderen, maar liever wordt gedaan alsof ze er helemaal niet zijn. En toch zijn ze er. We noemen zulke feiten anomalieën. Onderzoekers Thompson en Cremo tonen in hun geruchtmakende boek Verboden Archeologie aan wat gebeurt met feiten die niet passen in de theorieën. Over the past 150 years, these archaeologists and anthropologists have covered up as much evidence as they've dug up, literally. Basically, what you find is something we call a knowledge filter. This is a fundamental feature of science, of human nature. People tend to filter out things that don't fit. So in science, you find that evidence that doesn't fit the accepted paradigm tends to be eliminated. It's not taught, it's not discussed, and people who are educated in scientific teachings generally don't even learn about it. What we're talking about, for example, was demonstrated in Hialeah, Mexico, in 1966, when archaeologist Jean C. McIntyre threatened to overturn the conventional view that mankind is relatively new to most parts of the Earth. That he penetrated into Siberia around about 30,000 years ago, and definitely not into America until about 20,000 years ago. Jean Steen McIntyre
vond in Mexico menselijke botten en stenen voorwerpen die ze zorgvuldig liet dateren. We thought we had an old site. This is back in 66. And we thought it was perhaps 20,000 years old. And at that time, that was considered a very old age for the site. When we finally got the dates and all the different methods we used to date it, it came out to be 250,000 years old. To tell you the truth, I would have been happy with a 20,000-year-old date. It would have made my career. And I was rather naive. I thought, okay, I'm just going to stick with the date. We've got the information. We got the facts. Let's get the facts out and go on from there. And I didn't realize it was going to ruin my whole career. Elk wetenschappelijk werk werd haar ontzegd. De vindplaats werd gesloten, toestemming voor verder onderzoek geweigerd. Voorgoed. Maar nu, 30 jaar later, ontdekken archeologen sporen van mensachtigen in Siberië die 300.000 jaar teruggaan. En zo wordt de vondst van Jean McIntyre plotseling veel minder onwaarschijnlijk. It's not necessarily a deliberate conspiracy in the sense of some people getting together in a smoke-filled room and saying, we're going to deceive people. It's something that happens automatically within the scientific community. So when a given piece of evidence disagrees with the predominant theory, then automatically people won't talk about it, they won't report it, and that means that science fails to progress in the way that one would hope. Het wordt de Amerikaanse regering behoorlijk kwalijk genomen dat zij in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs niet heeft ondertekend. Maar de Amerikaanse regering is gewoon heel eerlijk geweest op dat punt. Zij weigert namelijk de oorzaak van de klimaatverandering vast te pinnen aan het CO2-verhaal. Er is namelijk veel meer aan de hand en dat verdient nader onderzoek. Helaas leeft Albert Einstein niet meer. Ik denk dat hij heel blij geweest zou zijn met wat ik in mijn onderzoeksrapport aandraag. In het volgende fragment uit de documentaire De Zondvloed ziet u wat er volgens Einstein met de aarde zou kunnen gebeuren als de poolkap gaat smelten. Het einde van de ijstijd. Wat zorgde voor de omwenteling? Dat is de grote vraag. Wat bracht de ramp tot rollen? One of the best theories that has been put forward is by an American, Charles Hapgood, who suggested something he called earth crust displacement, which meant that the whole crust of the earth shifted around suddenly like the skin of an orange. The whole outer shell of the earth, it's only 1/3 of 1% of the earth's mass, like the peel of an orange, if it was loose. It moves. De aardkorst, dunner dan een eierschaal, roest op een gesmolten, vloeibaar binnenste. Beweging ervan wordt verklaard door de platentektoniek, die leert dat de continenten over miljoenen jaren langzaam uiteendrijven. Nu algemeen geaccepteerd, werd die leer lang door de wetenschap weggehoond. Zo viel me nu evenmin aan de gedachte dat de aardkorst ook in zijn geheel zou kunnen verschuiven. En plotseling. Eén geleerde werd door die theorie gefascineerd. En had hij langer geleefd, dan zou aardkorstverschuiving meer serieus genomen zijn. Die geleerde was Albert Einstein. This is a summary of what he said. When I came across Hapgood's work, I was electrified. Here was an idea that was simple, but could explain a whole range of problems. Hapgood had the theory. The question was, what was the mechanism that set this whole gigantic thing in motion? And it was Einstein who came up with the suggestion. The enormous amount of ice that builds up around the poles can become 2 miles thick. Ice that extended right into the middle of the continent of America. And these billions, countless billion tons of ice, if they formed in an imbalanced way, would cause the earth, as it were, to judder like a wheel with a great weight placed on its rim. This judder would in fact be sufficient to cause that switching of the crust of the earth. 55.000 jaar geleden lag de Noordpool nog dicht bij Europa, maar zwiepte plotseling naar de Hudson Bay in Canada. En rond 12.500 jaar geleden verschoof het weer plotseling naar waar het nu is. Of zou je moeten zeggen dat continenten en zeeën door het poolgebied bewogen als gevolg van verschuivingen van de aardkorst? Het eind van de ijstijd kan er grofweg zo hebben uitgezien. De aardkorstverschuiving drijft Amerika uit het poolgebied.
De zee ten noorden ervan bevriest met een dunne laag maar enkele meters dik. De zware ijskap op Noord-Amerika zelf, 2 kilometer dik, smelt plotseling binnen luttele jaren. What's so interesting about the Hapgood-Einstein theory is that it also explains all kinds of other myths quite apart from the myths of flood. There are myths of tremendous earthquakes and volcanic catastrophes, black rain falling from the sky, sudden freeze-ups of whole lands. And you can see that in point of fact this is precisely what would happen if the Earth's crust switched around. Quite suddenly, areas that had previously been freezing would suddenly be switched into hot regions. Things like that flash-frozen mammoth of Siberia. Whole species would be wiped out.